Hoi, dit is Wakker Worden met Robertus. Wat mij opvalt is dat we, ik ook hoor, ons zo laten bezighouden met van alles en nog wat. Je kunt zeggen bezighouden, je kunt ook zeggen je af laat leiden. En wat mij nu bijvoorbeeld heel erg opvalt is alle commotie rondom het krekelmeel. Er is blijkbaar een wet aangenomen dat er krekelmeel verwerkt mag worden in onze voeding, zeg maar. En ja, daar staan we met z'n allen over op onze achterste benen, zou je kunnen zeggen. En nou, aan de ene kant denk ik terecht. Hè, ik had laatst had ik ook een soort spreukje gemaakt en verspreid van hè, het bewijs dat we met reptielen te maken hebben is dat ze ons insecten willen laten eten. Nou, dat sta ik ook achter. En heel eerlijk gezegd denk ik van, ja, ik vind het ook niet een heel smakelijk vooruitzicht om insecten te eten, zeg maar. Terwijl, ja, ik vind al heel snel vind ik dingen lekker. Maar ik denk ook van, het is zoveel gedoe om niks eigenlijk, om meerdere redenen. Kijk, ten eerste denk ik, we eten echt al heel lang ontzettend veel troep. Ja, als je gaat kijken wat er bijvoorbeeld aan producten wordt toegevoegd, hè, aan kleurstoffen, geurstoffen, smaakstoffen, conserveringsmiddelen, alle E-nummers zeg maar, die ze erin proppen, dan denk ik eigenlijk, nou, dan kun je volgens mij echt beter een krekeltje eten dan dat je dat doet. En dat doen we ook met z'n allen al jarenlang. He, over het algemeen. He. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat niet doen, maar over het algemeen eten we al jarenlang echt heel veel troep. En drinken we heel veel troep. He, hoeveel mensen drinken er niet gewoon tot op de dag van vandaag frisdranken? He, of ja, allerlei andere zaken, zeg maar. He. Alcohol, nou, noem maar op. Nou, dat is allemaal echt niet zo ontzettend goed voor ons. Maar ja, daar hoor je eigenlijk nooit iemand, ja, dat is niet helemaal waar, want natuurlijk zijn er heel veel mensen die keer op keer waarschuwen, ik ook, maar heel eerlijk gezegd, als ik wel eens op het terrasje zit of ik ben wel eens op een feestje, dan zeg ik ook wel eens van nou, geef maar een colaatje bijvoorbeeld, hè, omdat je ook niet altijd aan de biertap wil hangen, zou ik maar zeggen, maar dat doen we allemaal, daar hoor je ons niet over, maar nu is er dan een wet is dat aangenomen, hè, dat er krekelmeel of insectenmeel, zeg maar, door ons eten mag gedaan worden. En ja, dat vinden we dan opeens allemaal heel erg. Kijk, en sowieso insecten, ik zeg al, ik vind het niet een heel smakelijk idee, hè, maar eigenlijk zijn de insecten, dat zijn een beetje de garnalen, zeg maar, van de zee, op het land dan alleen. Het zijn geleedpotigen. En we eten toch ook allemaal garnalen? En je zou dus kunnen zeggen, dat zijn de insecten van de zee. En natuurlijk eten we garnalen niet met schil en al op. We pellen ze, en dat is ook wel het verschil. Dus, kijk, als je garnalen helemaal op zou eten, dan die schil, die kunnen wij ook niet verteren. Dat doen we ook niet, zeg maar. Maar we pellen ze. En oké, dat ze nu zeg maar insecten willen drogen, willen malen en dat je die met schil en al opeet, ja, dan krijg je waarschijnlijk wel dingen binnen waar je lijf minder mee kan. Of dat meteen heel erg gevaarlijk is, dat betwijfel ik ook nog. Want ons systeem, dat heb ik wel vaker gezegd, dat is niet gemaakt om alleen maar te functioneren onder ideale omstandigheden. Dat we alleen maar de ideale voeding binnenkrijgen. Nogmaals, dat blijkt wel omdat we al jaren, en ik denk onze generatie, dat we ons hele leven al troep eten en drinken. En we staan toch nog steeds overeind. Oké, er vallen mensen om, zeg maar, en er worden mensen ziek. En ik ben ervan overtuigd dat wij van nature niet ziek hoeven te worden. En dat het een uitvloeisel is en van alle troep die we binnenkrijgen. Maar goed, dat eten we al jaren. He, dus ons lichaam functioneert niet alleen maar op hele gezonde voeding. He, als je dingen binnenkrijgt die niet bedoeld zijn of waar we niks mee kunnen, dan scheid je dat voor een heel groot deel ook weer uit. Dus ik zou gewoon niet zo heel erg me druk maken omdat we nu opeens ja, met een andere toevoeging in ons eten te maken krijgen. En dat zijn dan toevallig krekels of andere insecten. Daar komt ook nog bij waarom je er niet druk om hoeft te maken. Ik denk altijd, ja, maar maak het dan zelf. En ik denk dat wij ja, dus jarenlang al die toevoegingen hebben geaccepteerd. Omdat we heel erg lui zijn.
En we weten echt wel inmiddels dat we niet uit pakjes en zakjes en blikjes en potjes moeten koken, zeg maar. Maar het is zo makkelijk om even in de winkel te lopen, even een blik van het een of ander, een blik chili con carne. Terwijl ik denk, week gewoon je bruine bonen, koop verse groenten, koop vers fruit en stel zelf je chili con carne samen. Ja, er zijn toch heel veel mensen die zeggen, nou, maar er staat toch ook een blik chili con carne, dan hoef ik alleen maar open te draaien, op te warmen en klaar is Kees. Ja, dan klaar is Kees, maar op termijn is het ook ziek is Kees. He, dus we weten al jaren dat we dit niet moeten doen. En het is gewoon, ben ik echt een voorstander van, dat weten ook wel mensen die mij langer mijn filmpjes zien. Ik ben er gewoon een voorstander van, het is ontzettend leuk om je eigen eten gewoon te maken. En even een simpel voorbeeldje, ik zag vanmorgen, zag ik op Aardse Medicijnen, dat is ook een kanaal op Telegram. En die maken volgens mij geen filmpjes, maar ze delen wel echt hele leuke dingen over voeding. Dan zag ik bijvoorbeeld voorbij komen om je eigen bouillonpasta te maken. Dat is zo simpel. Dat is van neem de groentes die je wil. Als basis is het altijd wel uien, zelderie, wortelen. In feite kun je er alles in doen wat je wil, zeg maar. Nou, dat maal je heel erg fijn tot een pasta. Daar doe je relatief veel zout in. En wat mij betreft natuurlijk het liefst Keltisch zeezout. Want dat is echt het enige zout wat ik ken. Wat gewoon eigenlijk meer een minerale element is dan een zout. Heel kort nog. Kijk, zout zoals het in de winkel ligt, het NaCl, dat is alleen maar natriumchloride NaCl uit het zout. Ik heb dat wel vaker uitgelegd. Dat is een soort magneet die iets van 81 elementen samenbindt in volledig zout, zeg maar. Alleen de industrie heeft al die elementen eruit geraffineerd. Dan hou je alleen NaCl over, dus je houdt alleen de magneet over. Als je dat in je eten doet en je krijgt dat binnen, dan werkt het in jouw lijf als die magneet die al die elementen weer aan zich gaat binden. En dan word je dus eigenlijk ontdaan, zeg maar, van al die goede voedingsstoffen. Maar als jij volledig zout neemt, en dat is bijvoorbeeld Keltisch zeezout, daar zitten al die elementen nog in, ja, dan is het eigenlijk gewoon een minerale element. Want in plaats van het minerale steelt uit je lichaam, krijg je het dan binnen en gebruikt jouw lichaam de mineralen die het nodig heeft. Dus Keltisch zeezout, nou, doe dat bij die groentepasta. En ik heb het even opgezocht ook op internet. En dan moet je op 100 gram groentepasta doe je 12 gram Keltisch zeezout, zeg maar. Dat conserveert. En dan heb je je eigen bouillonpasta gemaakt. En dus in plaats van dat je even een blokje openpeutert en dat in de soeppan gooit, heb je gewoon bouillonpasta wat je een jaar kan bewaren in je koelkast. Je kunt het gewoon gebruiken. En zo simpel is het en zo leuk is het. En dan weet je zeker dat daar niet allerlei E-nummers in zitten. Wat ik al zeg, smaakversterkers, conserveringsmiddelen, geurstoffen, kleurstoffen, smaakstoffen. Dan heb je gewoon een groentepasta met fantastisch zout. En dan heb je een hele gezonde soep alleen al. Dus zo simpel is het. Dus maak je ook niet druk. Hè. Ten eerste, ik denk dat een krekel veel minder kwaad kan dan al die troep die we ons hele leven al slikken. Vervolgens, maak je niet druk. Koop het dan niet. Koop niks wat erin zit. Koop het liefst misschien wel niks uit de supermarkt als je dat niet wil. Maar koop gewoon verse groenten en maak je dingen zelf. En dan wordt het opeens heel leuk. En dan hoef je ook niet meer zo te laten afleiden. Want ik denk dat dit allemaal afleiding is. En we worden afgeleid door bijvoorbeeld dit soort zaken. Ik zie echt opeens heel Telegram vol staan van, ja, we moeten allemaal insecten eten. Het hoeft helemaal niet. En als je dat doet, dan denk ik dat je er niet meteen van omvalt. Maar goed, dus dat. Maar goed, en dan is er weer wet en regelgeving. Ja, maar nu is er een definitieve coronawet. En het is en dan maken we ons daar heel erg druk om. Wij laten ons steeds maar druk maken. In feite zou je kunnen zeggen, wij worden afgeleid door paukenslagen. En dan is het weer een paukenslag, er komen krekels in de leven. Weer zo'n paukenslag, er komt een definitieve coronawet. En er is weer een paukenslag, nou ja, noem maar op. Hè. We gaan tanks sturen naar de Oekraïne. Daar worden we door afgeleid, daar letten we op. Waardoor we het tromgeroffel op de achtergrond, dat horen we eigenlijk niet meer. Maar het tromgeroffel, en dat is al heel lang bezig, dat is eigenlijk het proces wat er momenteel op de wereld speelt. En ik raak er steeds meer van overtuigd
Dat was ik altijd al. Af en toe dan twijfel ik ook wel eens. Maar ik ben er de laatste tijd weer steeds meer van overtuigd. Als je de feiten bekijkt en samenvoegt met de ontwikkeling. Dat dat tromgeroffel, dat is het geregisseerde proces. Wat maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Maar, nogmaals, dat tromgeroffel gaat door. Maar dan laten we, boem, dan laten we ons weer afleiden door zo'n paukenslag bijvoorbeeld. Hè? Maar wat is nou dat tromgeroffel? Dat is... denk ik wel de militaire operatie die op de hele wereld plaatsvindt. Kijk, ik werd ook weer geïnspireerd door een stuk wat ik ook vanmorgen weer op Telegram las, zeg maar. Hè. Maar kijk, als je gaat kijken naar het vliegverkeer wereldwijd, er is ontzettend veel militair vliegverkeer, veel meer dan ooit in het verleden is geweest. Dat zou nooit kunnen, want als dat zeg maar zo zou zijn, dan zou je problemen krijgen met internationale verdragen, met luchtruimschendingen, met... dat kan eigenlijk niet. Nou, het wordt ons verkocht als zijnde, maar dat zijn allemaal militaire oefeningen. Ja, we zitten alleen al een paar jaar lang in militaire oefeningen. Echt ontzettend veel, wat nooit is geweest, zeg maar. Dus dat is al iets dat je denkt, oké, tromgeroffel, er vindt dus blijkbaar iets plaats. Nou, als je vervolgens gaat kijken, zei ik al, naar de ontwikkelingen. En er wordt ons van alles anders voorgesteld via de MSM natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de Oekraïne, dat is natuurlijk heel actueel. Dan zie je bijvoorbeeld dat Zelensky, en dat komt nu openlijk ook in de MSM, dat is ook een teken. Dat allerlei kopstukken rondom Zelensky, dat die het strijdtoneel, laat ik het zo maar noemen... verlaten. En dat wordt dan gebracht van ja, Zelensky die heeft heel veel van zijn regering ontslagen, omdat er heel veel corruptie plaatsvindt. En dan denk ik, nou, alleen al het feit dat nu gewoon openlijk in de MSM wordt gesproken over de enorme corruptie in de Oekraïne, ja, dat werd tot nu toe werd dat onder het kleed geveegd, dat werd stilgehouden, dat mochten we niet zien. En nu wordt het openlijk gezegd. Nu wordt ook gezegd, oké, daarom heeft Zelensky heel veel mensen ontslagen. Maar je ziet dus politieke kopstukken zie je verdwijnen. En dat zien we ook al een paar jaar. En je ziet allerlei politieke kopstukken die verlaten het strijdtoneel. En daar hoor je nooit meer wat van. En ja, dat kan, hè, want oké, als je politieke carrière afgelopen is en je doet een stap terug, dan was dat wel vaker zo dat mensen in de vergetelheid raakten. Maar dit is wel heel opvallend, want als je gaat kijken welke politieke kopstukken er in rap tempo verdwijnen. En dat kan alles zijn. Hè. Dat kan zijn dat mensen terugtreden, het kan zijn dat mensen ontslagen worden, hè, zoals in de Oekraïne. Het kan zijn dat mensen struikelen over een fout die ze gedaan hebben. Het kan zijn dat ze doodgaan. Maar het feit is, er zijn heel veel politieke kopstukken die op een of andere manier verdwijnen. Zelensky, hè, alles omheen, Merkel bijvoorbeeld is ook zo iemand. Iemand met zo'n lange tijd en zoveel macht die dan opeens verdwijnt. Nou, ik ga niet zeggen hoe of wat, maar het is in ieder geval opvallend. Mensen die vermoord worden. Denk even aan de premier van Japan bijvoorbeeld, hè, die vermoord is. Mensen die doodgaan. Denk even aan koningin Elisabeth. En dan zeggen mensen wel, ja, maar dat mens was 97 en natuurlijk ga je een keer dood. Ja, dat kan wel zijn, maar het is wel een kopstuk die verdwijnt. Boris Johnson, die was nog niet zo oud, maar die verdwijnt zeg maar ook. Hè. Als je dit gaat combineren, alle politieke kopstukken die verdwijnen, komt natuurlijk ook weer mensen voor in de plaats, maar gecombineerd met al die zogenaamde militaire oefeningen, als je verder gaat kijken, alles wat er strategisch op de wereld gebeurt, landen die uit de NAVO willen, de BRICS-landen die zich organiseren, alles, je kunt er niet omheen dat als je reëel nadenkt, er is gewoon een militaire operatie aan de gang. En nou zijn wij al jaren bezig om die militaire operatie te doorzien. Maar het kenmerk van een militaire operatie is dat het geheim is. En dat de strategie niet open en bloot neergelegd wordt. Dus ja, ik blijf erbij. We kunnen proberen om dat te duiden. We kunnen proberen om dat te snappen. Ik denk dat het alleen maar belangrijk is dat we ons beseffen en ook steeds weer blijven herinneren dat er een militaire operatie aan de gang is en dat we op dat tromgeroffel gaan letten. Dat brrrr. En dat kan nog een hele tijd doorgaan. Dat is al een hele tijd aan de gang. En niemand weet hoe lang dat nog doorgaat. Maar we moeten ons niet steeds laten afleiden door bang, zo'n paukenslag met iets waar we onze aandacht dan weer op moeten richten bijvoorbeeld. Hè. Eigenlijk zou je kunnen zeggen,
We moeten dus de tromgeroffel blijven horen. Maar daartussendoor moeten we vooral de melodielijn blijven volgen. Hè? Als we een beetje in de metafoor van de muziek blijven. We moeten de melodielijn blijven volgen. En de melodielijn, dat is eigenlijk, wat kun jij logisch bedenken over gewoon jouw leven? Zing jouw eigen lied. En dat zeg ik al, als jij geen krekels wil eten, de meest makkelijke manier is om die producten niet te kopen. Koop groente, koop fruit, het liefst zo dicht mogelijk bij de bron, van de allerbeste kwaliteit. En daar kun je dan eigenlijk al alles van maken wat je nodig hebt. Zo simpel is het. Dus zing jouw eigen lied, blijf de melodielijn volgen, blijf doen wat binnen dat muziekstuk logisch is. De melodielijn die is altijd logisch. Oké, je kunt verrast worden door een hele mooie wending in die melodielijn. Of dat je denkt, oh, dit had ik niet verwacht. Deze muzikale oplossing. Maar oké, het gaat die kant op. Daar kun je alleen maar verwonderd door zijn. Dat kun je alleen maar mooi vinden, zeg maar. Maar volg die lijn. Dus denk logisch na. Wat is goed voor je en wat is niet goed voor je? Waar wil je aan meedoen, waar wil je niet aan meedoen? Dat is jouw melodielijn. Zing jouw eigen lied. Blijf vervolgens wel dat tromgeroffel horen, want dat is zeg maar de basis die onder jouw melodielijn speelt, zeg maar. En die een richting opgaat, die uiteindelijk komt dat tot een fantastische finale in het muziekstuk, zeg maar. Oké, en die paukenslagen, nou, signaleer ze, want het is even weer om jezelf wakker te schudden. Het is een accent, maar laat je er niet door afleiden. Je denkt, oeh, een paukenslag, en dat je helemaal van je melodielijn afraakt. Nou, dat is eigenlijk wat ik vandaag wil zeggen. Zing je eigen lied, let op tromgeroffel en laat je niet al te veel afleiden door al die paukenslagen die ze ons regelmatig laten horen. Nou, dankjewel voor het kijken en het luisteren en heel graag tot de volgende Wakker Worden met Robertus.